Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolkeloze lucht boven Nederland en dat betekent dat we een fantastische dag tegemoet gaan. Volop zonneschijn, zowel in de ochtend als in de middag, waarbij we ochtends beginnen met wat lage temperaturen. Maar geleidelijk komt de temperatuur boven het vriespunt en vanmiddag stijgt het kwik verder en komen we zelfs in de dubbele cijfers terecht. Op de meeste plaatsen 10 tot 12 graden bij een overwegend matige wind uit het noordoosten. Die voelen we natuurlijk nog wel en dat betekent dat het nog net niet zo aangenaam aanvoelt als dat de thermometers doen vermoeden. Vanavond de wind langzaam draaiend richting een noordelijke richting. Het blijft nog helder en de temperaturen dalen naar een graad of 6. In de nacht vriest het alleen in het zuidoosten nog, want in het noorden neemt de bewolking toe. En morgen hebben we dan vrij veel wolkenvelden vanaf de Noordzee met een noord- tot noordwestelijke wind. In de loop van de dag in het binnenland nog een paar opklaringen met misschien wat zon, en dan kan het nog 10 graden worden. Zaterdag overwegend vrij veel bewolking met 6 of 7 graden, een matige noordwestenwind. Het is meest droog. Ook zondag slechts een kleine kans op wat neerslag, een klein beetje zon, maar vaak ook wolkenvelden. En eigenlijk geldt dat ook voor de maandag met dan net iets grotere kans op een paar druppeltjes regen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.